Oh shit. Yo, ik ben Chesso en welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Yo, mijn naam is Chesso en vandaag weet ik nog niet wat ik ga doen. Maar, zoals ik gisteren al zei, zei ik dat het noodweer ging worden. En jongens, het is s'avonds niet gebeurd. Het is gewoon om freaking 4 uur s'nachts gebeurd. En moet je even kijken, het is nou gewoon 's ochtends. Het is ongeveer 11 uur. Zo is het weer at the moment. Even kijken of ik kan inzoomen op het dakje daar. Dan zien jullie dat het regent. Ja, jullie zien het. Kijk maar. Jullie zien nou de regen inslaan daar zo. En holy shit, het heeft ook fucking hard geonweerd. Maar daar heb ik helaas niet kunnen vastleggen. Dat vind ik wel jammer. Want anders had ik dat even wel voor jullie gedaan. Maar holy shit, het was eerst een beetje, ja, zacht, laat maar zeggen. En echt 10 minuten later of zo zat ik denk ik hier rechtboven. Want toen hoorde je de flits. En toen gelijk daarachteraan kwam de klap. Ik zet ook bij de way even mijn pc aan. Dan ga ik eventjes mijn videootje editen. Maar, ik ga dus even mijn videootje editen. Ik hoop dat het wel iets beter weer wordt dan dit vandaag. Want dan kun je misschien toch tenminste nog wat doen. Want nu kan je gewoon niks doen. Maar, zoals jullie zien daar zo, start mijn pc op. Hopelijk. Wacht, pizza. Dus jongens, ik ga even mijn video editen. Om te kijken of ik in 60 fps kan renderen. Ja, ja. Mijn video is op dit moment aan het renderen, dat zullen jullie wel zien. En ja, hopelijk doet hij het in 50 fps. Als het niet zo is, dan hebben we gewoon jammer. Dan moet het gewoon blijven. Dat blijft gewoon in 720 pixels, 30 fps. Anders kan ik er ook niks aan doen. En het weer is echt gewoon niet normaal. Het waait. Ja, dat zien jullie wel aan die boom die daar zo staat, denk ik. Kijk, ik weet niet of ik die windvlagen hoorde. Maar als ik nu in ieder geval met mijn camera naar buiten loop, dan ga je hem niet horen omdat de wind zo hard is. Dus vandaag was het trooi ook heel erg onrustig. En dat is natuurlijk niet mooi. Dus ja, hij ligt nou te slapen. Omdat hij vannacht bijna niet heeft geslapen. Maar we gaan even de render video afwachten. En dan ja, daarna weet ik nog niet wat ik ga doen. Kijk wel, sowieso ga ik om 12 uur even met Daniel skypen. Daar heb ik wel zin in. Dus laat maar snel 12 uur worden. Maar we gaan eerst even wachten tot mijn video klaar is. Ik ben dus op dit moment Black Story aan het spelen. En zullen zien. Zit ik in een 3-man party met deze twee gasten. Waarom? Dikke shout-out naar hun, omdat hun natuurlijk mij herkennen in de lobby. Ik denk in 5-7 om dan met me te kunnen spelen. Ze gingen helemaal flippen. Dus jongens, als jullie deze video kijken, jullie zijn fucking awesome dat jullie me herkennen. Dus laten we gewoon proberen een ziek score neer te zetten. Dus jongens, ik ga proberen gewoon weer een goede score neer te zetten, denk ik. Jongens, eindelijk, na een freaking lange tijd, we hebben hem even niet gehaald hebben, heb ik gewoon weer een fucking nuclear. Kijk mijn score, 32 om 0. Even wachten dat de medals in beeld komen. Kom op, jongen. 3, 2, 1. Bam. Huppakee. Nuclear. En 2 unstoppables. Holy shit, jongens. Het was wel even lekker om een keer eentje te halen. We gaan gewoon proberen om er nog meer te halen. Natuurlijk deze middag of avond. Wat het natuurlijk is. Dus we gaan proberen een nieuwe nuclear te halen. Jongens, wat is weer een lekker gevoel om er eentje te halen. Op dit moment ben ik even voor Kassa, terwijl Singnamore even mijn gameplay aan het opnemen, zullen jullie zien. Want hij vroeg om de gameplay, dus die neem ik nou even uit theater op. Kijk maar, ik neem niks op, ik speel niet, want ik ben een hacker, laat maar op. Want ik raak niks aan en ik loop gewoon, nee, grapje hoor. Het is gewoon natuurlijk theater mode, hopelijk komt het ook in Black Ops 3 weer terug. Zodat je dan gewoon je zieke gameplay weer op kan nemen. Maar ik neem even voor Kassa, dan kan hij hem gaan gebruiken. En natuurlijk, dat is gewoon super sexy, als hij dat voor me gaat gebruiken, maar laat even deze gameplay afrollen. Dan ga ik even wat eten. Want ik heb best wel honger. Dan stuur ik hem tegelijkertijd even naar Kas. Dus Kas, be prepared. Nou, de gameplay is naar Kas aan het versturen. Dus wat ik dan eventjes ga doen, is eventjes lekker wat eten maken. Want ik heb echt ziek, maar dan ook echt ziek veel honger. Dus dat gaan we dan eventjes doen. Lekker broodje maken. En even kijken wat we allemaal hebben. Ik ben ook trouwens alleen thuis. Dus dat is ook wel relaxed. Even het licht uit doen. Zo. Trootje ligt ook weer lekker daar. Want hij was bang voor de onweer gisteravond. Hè, Trooi? Gisteravond was je bang voor de onweer, hè, Pikkie? Oh, nu niet meer, hè. Want nu is er geen onweer meer. Alleen om een harde wind. Kijk eens, hij ligt halve tanden. Die ogen van hem altijd, jongen. Die zijn zo grappig. Oh, en hij schrikt er van niets. Maar het is de wind, Trooi. Dat is de wind, Pik. Nou, we gaan even kijken wat we dus in huis hebben. Zoals jullie daar zien, ligt er wel al een heerlijk stokbrood. Maar, nu gaat het gebeuren, want we hebben ook altijd een broodmandje. Zo heet dat bij ons, een broodmandje. Zo, kijk wat we hebben, jongens. Bruinbrood, tijgerbrood, puntjes en bolletjes. Dus, mijn voorkeur gaat uit naar deze. Ik heb echt trek in tijgerbrood. Dus, wat gaan we nu eten?
Jongens, als jullie ook gaan eten, eet smakelijk natuurlijk. Voor mij is het op dit moment al bijna 12:30, of 7 minuten. En de weer is er nog steeds, ziet er nog steeds belemmerd uit. Zou jullie daar even zien. Maar, ik ga even mijn eten maken. Dus eet smakelijk, jongens. Zo, ik ga weer even lekker naar boven. Ik ga weer even wat op mijn pc doen, even gamen, even skypen met mensen. Daar kan je zeer in, dus even snel licht aan. 1, 2, hoppakee, die is aan. Dus het beeld niet gaat lekker, moet ik even eerst nog, want als het beeld soms donker is, gaat het nog een beetje laggen. Daar kan ik op dit moment nog niks aan doen, dus sorry daarvoor. Ik probeer zoveel mogelijk licht te halen, dus. Maar, je hoort de wind gewoon. Althans, ik voel de wind hier en ik hoor de wind. Maar ik moet even de droger uitzetten. Zullen jullie zien. Is die klaar? Dus, ik kom uit. Zo. Deze heeft nog 9 minuten te gaan. Dus daar wachten we dan even op. En dan zetten we die eigenlijk ook uit. Maar het is nog steeds gewoon fucking. Maar dan ook echt fucking kut weer. Kijk maar eens, jongetjes. Kijk nog eventjes, jongens. Het regent al sinds dat ik wakker ben. En ik ben sinds 10:30 wakker. En het heeft tot nu toe alleen maar geregend. Dus laten we maar even lekker op de pc gaan, want ik kan toch anders niks anders doen. Op dit moment ben ik even aan het wachten op Daniel, oftewel DG77, want die is op dit moment aan het eten. En nadat hij aan het eten is, gaan we even skypen. Want als hij klaar is, dan gaan we even skypen. En dan gaan we ook even dank twee doen. En het weer is nog niks veranderd. Wow, wat loopt tegen hem. Maar ik denk ook dat vandaag heel de dag blijft regenen. Als het zo is, dan krijg ik weer van die op het nieuws, want het is wateroverlast, et cetera, weet je, dat soort dingen. En ja, ik zit dus natuurlijk gewoon hier zo lekker, zullen jullie zien, Skype open, Blackstray open te wachten op Daniel, want hij zit nog wel in mijn lobby. En ja, dat is gewoon best wel grappig natuurlijk. Hopelijk wordt het deze week wel weer wat mooier weer, zodat we ook wat dingen buiten kunnen doen. Want als ik nu met mijn camera naar buiten loop, redt hij misschien 5 minuten en dan is hij kapot, omdat er natuurlijk heel veel water in komt, want het regent echt. Ik ga even kijken of jullie het goed kunnen zien. Wacht, ik ga op mijn bed zitten en ik ga kijken of jullie het nu al zien, zonder dat ik inzoom. Voor mij niet, dus ik moet op het dakje in gaan zoomen. Dat komt wel goed. 1, 2. Kijk, dan zien jullie daar het regen vallen. En ik weet ook niet of je het hoort. Dus misschien heel stil zijn, maar in ieder geval. Het regent best wel hard. Dat heb ik al een paar keer gezegd natuurlijk, maar alsnog. Het is gewoon super irritant dat het regent. Want je kan gewoon niks doen. Als, ja, je kan binnen zitten, wat ik nu ook heel erg al doe. Dus als jullie de vlog kijken, is maandag. Ja, maandag. En voor mij is het op dit moment zaterdag. Dus ja, ik loop 2 dagen achter met vlogs. Dan zie je dat wel even weten. Want als er dan bijvoorbeeld iets gebeurt. Bijvoorbeeld, ik ga bij Tim slapen. En kan daar niet mijn vlog bewerken. Heb ik alsnog een dag om mijn camera staan, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Maar daar heb ik nou nog helemaal geen last van. Het is gewoon ter, hoe noem je dat? Ter beveiliging van mezelf. Maar in ieder geval, wacht tot Daniel er is. Hopelijk komt hij snel terug. En dan kunnen we gaan skypen. Yeah! Wow, 360. Wow, 360 move. Trickshotter, alles. Nee jongens, tot zo. Dan ben je aan het skypen. Pleurt het internet eruit. Wat is er aan de hand? Er is een storing bij Ziggo door het weer. Ik weet niet of jullie het ook wel eens hebben gehad. Als het natuurlijk heel erg onweert, dan kunnen de signalen niet vervangen worden. En heel het internet ligt eruit. We hebben geen tv, want het gaat ook via internet. Dus dat is gewoon echt super, maar dan ook echt super kut. Dus maar even wachten tot het weer terug is. Dus hopelijk gaat Ziggo het snel fixen. En dan, kan ik op dit moment niks doen. Want ik verfilm me een echte pestpok. Want ik kan niks doen, man. Het is echt fucked up. Hoe erg is het dat ik gewoon tot 9 uur 's avonds geen internet heb. En moet je even kijken hoe laat het nu pas is. Het is pas 3:45 of 4:15. En jongens, we gaan even uit het raam kijken, want de mensen worden gewoon omver geblazen. Zo hard waait het. Wacht even. Kijk hoe hard het waait. Zou je net zien, ga ik nu met mijn camera voor het beeld staan. Kijk, daar loopt iemand, daar loopt iemand. Ik weet niet of jullie kunnen zien met een groen shirt aan. Ja, ik zag hem wel in ieder geval. Want het gaat gewoon zo hard de keer, hè oom? Nou. Mijn oom staat naast me. Maar ja, hopelijk dat Ziggo even snel fixt dat ik gewoon weer internet heb. Want ik moet dus nog de vlog die jullie gisteren hebben gezien uploaden. Als die gisteren al online is gekomen. Anders is het echt fucked up. Ik moet even kijken hoe ik dat ga regelen. Hopelijk dat ik gewoon internet heb. Anders
kom ik in tijdnood. Dat is dan niet anders. Het is op dit moment 6 uur en we hebben nog steeds geen internet. En we zijn ook gewoon bang dat het gewoon vandaag opnieuw gaat komen. En weet je hoe kut het is als je gewoon dingen wou doen? Ik moet mijn vlog nog uploaden. Ik hoop dat het lukt gewoon allemaal op tijd. Dat is gewoon kut, weet je. We hebben helemaal gewoon geen internet. Mijn vader heeft de radio gepakt van beneden. Dus wat ik even ga doen. Deze kast. Er zitten allemaal oude spelletjes in. Zitten daaronder. Even kijken wat we daar nog in kunnen vinden. Monopoly. Even kijken. Ja, het is niet heel veel torpedo. Wie is het? Nou, dat heb ik geen zin in. Dus wat ik dan ga doen. Dus even wachten. Zo. Deze dicht doen. Deur. Zo. En even in mijn kast kijken. Daar heb ik nog wel een leuk spel in. Namelijk Jenga of zoiets. Dat heet geloof ik Jenga. Even kijken, dit is mijn gymspullen van mijn school. Ja, hier ze ligt. Hier zit Jenga achter mijn Nike schoen. Ziet, dan ga ik en mijn moeder dat even doen. Gewoon om de tijd te doden. Denk ik. Hopelijk. Jenga. Oh shit. Ah, ongemerkt. Zo. Kijk, mam, jij bent weer. Ja, oké, wil je zien dat er 6 plus op staat? Kijk. 6 plus. Nou, dan maakt het toch niet uit. Kijk, want we hebben geen internet. Dus wat moet je anders doen? Kom op, laat hem maar vallen. Concentreerd hoofd. Nou jongens, we gaan even verder, want anders moet ik me niet concentreren. Holy shit, wat ben ik blij. We hebben weer gewoon internet en het is pas 5:45. Het is allemaal mooi meegenomen dat het gewoon veel eerder is dan dat het eigenlijk zou zijn. Maar wat ik dus nu aan het doen ben, is gelijk mijn video uploaden zodat dat gedaan is. Want die komt gewoon op tijd. Die hebben jullie gisteren als het goed is al gezien. Als je het nog niet hebt gezien, staan de linkjes in de beschrijving natuurlijk. En ja, we gaan gewoon even deze video uploaden. En dan gaan we wel kijken wat we gaan doen verder. Maar dit is even het belangrijkste, dat deze vlog wordt geüpload. De video die jullie dus dan gisterochtend om 10 uur al hebben gezien, die staat wel online. Dat had ik al eerder gedaan natuurlijk. Maar ik was het al van plan om... Oh, ik zoom behoorlijk in. Niet zo slim. En was ik al van plan om dat ook te gaan uploaden. Maar dat had ik toen juist verzet naar vandaag. En ja, juist vandaag pleunen het internet eruit. Maar we hebben weer internet en daar ben ik zo blij mee. Echt, kan je mij niet blij mee maken in ieder geval. Ik ga nu nog even snel een videotje renderen. En nog even 2 thumbnails maken voor de video's die deze week natuurlijk online komen. Dan heb ik dat allemaal gedaan. En nogmaals jongens, ik ben zo blij dat ik gewoon weer internet heb. De vlog staat alweer online, dus daar ben ik zo freaking blij mee. Gewoon dat die online staat, waardoor ik dus geen stress heb dat het niet lukt. Want jullie hebben hem natuurlijk al gezien en dat is dus moeilijk uit te leggen. Want jullie hebben hem al gezien en ik, ja, het is moeilijk om uit te leggen. Want ik heb hem nog niet, ik heb hem al gezien, maar jullie hebben hem nog niet gezien. Omdat hij nog niet online staat, voor mij dan. Maar voor jullie staat hij al online, dus het is moeilijk uit te leggen. Maar ik ga even mijn video's editen en nog wat thumbnails maken. Er zit al een krij, die is gewond. En die zit al echt al 2 uur op dat dakje daar zo. Dus we gaan even wat brood naar hem toe gooien. En als hij het niet doet, gaan we waarschijnlijk een pak om naar het dierenasiel te brengen. Want dit doet natuurlijk echt super, maar ook echt super zielig. Ik geef niet altijd spoilers op mijn video's, maar dit is toch wel een spoilertje waard. Dit is de video voor woensdag. En ik zou zeggen, kijk er even naar. Oké, meer laat ik niet zien. Dat zien jullie woensdag wel. Maar houd dit in je achterhoofd, jongens. Dit moet je even in je achterhoofd houden. En dan gewoon loop je gewoon voor de eerste keer vandaag buiten. Omdat het natuurlijk heel de dag heeft geregend. Het is eindelijk droog. En ik loop hier weer met de beroemde vader natuurlijk. OMG, is het Danny. Kom. En ik ga natuurlijk weer de vraag stellen die ik elke dag vraag. Pa, heb je nog een goede grap? Wat is het tegenovergestelde van een blijf van mijn lijfhuis? Geen idee. Kom in mijn kuthut. Nee joh. Serieus? Ach jongens, toch de humor weer van mijn vadertje. Wat een gekke humor toch jongens. Maar, het is een koude wind. Het is niet al te warm. Jullie horen de wind waarschijnlijk ook wel. En het is ook best wel donker. Dus ik ga hierbij ook de vlog afsluiten voor vandaag. Mocht jullie genoten hebben van deze vlog, laat dan alsjeblieft een blauw duimpje omhoog achter. Super bedankt natuurlijk voor de 110 likes op de allereerste vlog. Waarschijnlijk zijn het er al meer geworden. Maar natuurlijk
morgenochtend om 10 uur precies een game video. En om 2 uur middags een nieuwe vlog. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, mensen. Laters.